En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze liefde voor zijn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doen vermeerderen. De liefde van de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is zo immens belangrijk dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ons geleerd: La yu'minuna ahadakum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi min nasi ajma'in. Geen enkele van jullie, spreken dan tot de moslims, geen enkele van jullie zal een compleet gelovige worden tot diegene meer van mij houdt dan van zijn ouders, dan van zijn kinderen en de gehele mensheid. Ga je bij jezelf dan raden, als ik van iemand hou, wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Kijk, heel vaak, ik weet nog, toen ben ik opgegroeid. En dan zie je je vriendjes op school, die zijn fan van een voetballer. Ja, vroeger was het Ronaldo. Voor onze ouderen hier was het vroeger Pelé. Of als je een bokser had, was het altijd Muhammad Ali. Dus je hebt een paar voorbeelden. En je wist altijd wat te vertellen over diegene. Ja, je wist altijd wat te vertellen. En je was altijd op de hoogte van de laatste wedstrijd, van de laatste ontwikkelingen. Als wij claimen van de Rasulullah sallam te houden, kijk in de spiegel en denk dan bij jezelf: wat kan ik nu allemaal over Rasulullah sallallahu alaihi wa vertellen? Wat kan ik nu tegen mezelf of aan iemand anders op het werk of op straat vertellen over Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Zodat degene ook verliefd wordt op Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dat is heel belangrijk. En als wij erachter komen dat wij nog niet zoveel weten, laten wij dan kennis opdoen. Laten wij dan kennis vergaren. Want ook dit is een belangrijk advies en zelfs verplichting voor de moslims. Rasulullah heeft ons geleerd dat kennis opdoen een verplichting is voor elke moslim en moslima. Kennis opdoen is een verplichting. En als we dan gaan kijken naar het gezegende leven van Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, heeft hij ons alles geleerd. Hij heeft ons alles geleerd. En één belangrijk aspect om, naar mijn mening en naar mening van verschillende geleerden ook, één van de manieren om een hechtere band te krijgen met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, los van het lezen van de hadith, los van het lezen van zijn sira, is het doen van de adiya, de dua die hij heeft gedaan in verschillende situaties. En als je dat gaat zien en daarover gaat nadenken en je gaat het implementeren in je leven, subhanallah, dat is heel bijzonder. Kijk, we gaan slapen. Oké, wat gaan we slapen? Oké, alhamdulillah, we lezen Ayatul Kursi. Rasulullah sallam heeft dat ons ook geleerd. En we lezen Ayatul Kursi. Maar wat heeft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de woorden die hij heeft gezegd voordat hij gaat slapen? Heel kort. Wat heeft hij gezegd? Rasulullah sallam leert ons te zeggen, voordat wij gaan slapen, Allahumma bismika amutu wa ahya. O Allah, in uw naam is het dood en het leven. En dan is de kunst niet alleen om het te zeggen, maar om dat ook daadwerkelijk te bevestigen. Want je zegt dan, ja Allah, in uw naam is de dood en het leven. Dat kan betekenen dat als ik dit zeg, dat ik morgen niet hoef op te staan. Mijn ogen hoeven niet meer open te worden. Die hoeven niet meer open te gaan. En als ik dat heb gezegd, dan zien we ook dat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ons heeft geleerd dat de slaap, het slapen, is een vorm van de kleine dood. Ja? En als we dan opstaan, waarmee beginnen we? Oké, we gaan, en dan kijken we meestal naar de klok. Oh, het is al laat, we moeten naar werk. Oké, alhamdulillah, nu is corona, heel veel van ons werken thuis. Maar we hebben een bepaalde afspraak. Maar wat zijn de woorden die Rasulullah sallam ons heeft geleerd? Dan zien wij dat als hij opstond, dat in de hadith terugkomt, dat hij heeft gezegd, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Dat hij heeft gezegd, geprezen is diegene, Alhamdulillah alladhi ahyana, die ons het leven heeft geschonken. Ba'dama, nadat wij, ba'dama amatana, nadat wij dood zijn gegaan. Ja, niet dat we, nadat wij zijn gaan slapen. Wa ilayhi nushur. En zeer zeker is bij hem de terugkeer. Subhanallah, is heel bijzonder. Als jij dit dan zo zegt,
dan zie je in wat voor staat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was. En dan kom je erachter in elke situatie, of hij nou naar bed ging om te slapen, of dat hij nou zijn ogen, gezegende ogen open deed toen hij wakker werd, dat hij nou naar de moskee ging, dat hij nou de moskee binnen ging, dat hij de moskee buiten ging. Alles draaide om de zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is heel bijzonder. En als wij dat ook gaan doen, dan worden wij, gaan wij steeds meer op hem lijken. Los van de baard, los van de toppie, los van de imam, los van de jalebe, los van de jubba. Maar in woorden gaan wij dan ook op hem lijken. Waarom? Wij zijn bezig met de zikr van Allah subhanahu wa ta'ala door middel van de woorden van de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En dan leren wij veel meer hoe hij sallallahu alaihi wasallam heeft gedacht, hoe hij heeft gehandeld. En bijvoorbeeld als wij in een droevige situatie zijn, of als wij dua vragen omdat onze hart onrustig is, heeft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam een hele mooie dua gedaan. Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik. O wentelaar van het hart, maak mijn hart standvastig op uw geloof. Dat is een hele mooie dua. Want kijk maar, als wij verdrietig zijn, wat gebeurt er met ons hart? Dat heeft effect op ons hart. Als wij blij zijn, heeft dat een bepaald effect op ons hart. Maar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leert ons dit niet. Hij zegt, ja Allah, u bent degene die in controle is over het hart. U bent de wentelaar van het hart. Maak mijn hart standvastig op uw geloof, ja Rab. Kijk, subhanallah, kijk wat voor een mooie dua dat is. En vandaag de dag, een hele korte boodschap om mee te nemen. Ga dus bij jezelf te raden, wat weet ik van de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? En als wij erachter komen dat wij nog niet genoeg weten, en geloof mij, wij weten nooit genoeg. De ulama weten ook nog niet genoeg. Zonder hun naar beneden te halen. Maar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is te vergelijken met een bodemloze put. Qua kennis raak je daar niet op uitgekeken. Je kan nooit zeggen, ik weet alles van de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Want dan zou je alle hadiths moeten kennen. Dan zou je alle sira moeten kennen tot in de puntjes. En er zijn maar weinigen, ik zeg niet dat ze het niet zijn, maar er zijn maar weinigen die dat kennen. En zo ook voor ons, horen wij steeds verder te zoeken in de liefde van Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niet alleen door zijn sira te luisteren, maar ook door de lezingen te beluisteren en zijn boeken over hem te lezen. En die dingen wat hij heeft gegeven, die prachtige hadith die hij voor ons heeft achtergelaten, dat te implementeren in ons leven. Wat hoor ik te zeggen als ik dit doe? Wat hoor ik te zeggen als ik dat doe? En niet zodat wij alleen maar dat zeggen, maar dat wij ook weten van, oké, kijk, dit is iets wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ons heeft geleerd. Waarom in deze situatie horen wij zo te handelen? Ja, en dat is dan het beste voor.